Ja, welkom bij een nieuwe video. Deze video zie je onder andere beelden van Lol maken met Gerard Ekdom. Een update over de nieuwe intro, de nieuwe leader, die wordt gemaakt door Tjitse en Jona. We gingen barbecuen met alle 3FM collega's. En ik mocht voor een handjevol 3FM luisteraars Royal Blood interviewen en introduceren voor een 5 Essential Tracks. Zie je allemaal in deze video. Elke maandag is er trouwens om 5 uur een nieuwe video op dit kanaal. En dat roep ik niet zo heel veel, omdat ik niet per se heel erg ga van abonneren. Aan de andere kant, 2 weken geleden was ik op Pinkpop en daar sprak ik met Bram. Bram is een fantastisch YouTuber. En hij had op zijn kanaal een heel toffe shout-out geplaatst van joh, Michiel is leuk bezig, maakt elke week een video, abonneer je. En dat hielp eigenlijk best. Dat is ook best leuk. Dus bij deze de vraag. Voordat je verder gaat kijken naar deze video. Ben je geabonneerd? Check even in het kanaal. Ben je geabonneerd op dit kanaal? Zo ja? Zo nee? Zou je willen abonneren? Elke maandag om 5 uur komt er een nieuwe video online. En door je te abonneren weet je zeker dat je hem niet mist. Verder like als je hem leuk vindt. Abonneer. Laat een reactie achter van wat je nog meer zou willen zien. En geniet van vlog 66. Zeg ik uit mijn hoofd. Veenstra, Veenstra. Goedemorgen, het is zondagochtend. Het is net 10 uur geweest en ik ben op weg naar 3FM. En dat is best raar voor een zondagochtend, want dat doe ik meestal niet in het weekend. Maar dat ik nu op weg ben naar 3FM heeft alles te maken met het weerzien met een oude vriend. Die ook een paar maanden geleden het leven op YouTube heeft ontdekt. Duizenden views, duizenden abonnees, want dit is een superster. Maar godzijdank is het ook gewoon een extreem aardige man. En ik mag hem ook wel een vriend noemen. Ik ben op weg naar 3FM om de gast te zijn in Ekdom's platenkast. Dat is geen hond, joh. Er zitten hier vogels. Tranquilo. We hadden vrijdag een barbecue bij 3FM, inclusief een popquiz die ik samen met de collega Diederik in elkaar heb gedraaid. Het was erg leuk. Ik denk dat we binnenkort de boeken zijn voor feestpartijen en popquizzes. Maar Rob was er ook, Rob Jansen, die hoor je in het weekend op 3FM. En Rob die gaat nooit van huis zonder een confettikanon. En mag jij raden of het een leuk feestje is geweest. Het ziet er wel feestelijk uit, nietwaar? Kijk nou. Dat je gewoon standaard in je auto. Want je weet het nooit! Hé, hey, kijk nou. Kast, alles. Goedemorgen, Geer. Wat is dit? Niet opstaan, SCP reeds. Nee, dit van Giel ging elke keer opstaan. Waarom? Toen Giel nog, toen ik de lunchshow deed. 3. Mooie tijden. Toen Giel nog de ochtendshow deed, stond hij altijd op een koffer. Ja, maar dat het mijn koffer was, vond ik niet zo leuk natuurlijk. Oh, ja. Laat me raden, heb je hem uitgekofferd. Nou ja, binnenkort. Op het kanaal van Gerard. Wanneer komt deze ongeveer online? Ja, een weekje december of 2018? Nee, een weekje of 3 volgens mij. Ah, oké. Okay. Ja, ja, we hebben eerst nog een soort blooper aflevering. Ook leuk. Dat moet je mij wel hebben, ja. Dan hebben we Teske de Schepper en dan kom jij. Ah, top. Nou, linkie hier. Be prepared. Klik, abonneer en mis niks van Ome Geer. Lekker. Als Sinterklaas het hoort. Enkele weken geleden zag je in mijn vlog deze helden, Jona en Tjitse, aankondigen dat ze zomaar voor mijn podcast en ook uiteindelijk vlog iets gingen maken. Nou, en dat is gebeurd. Heel veel mensen zijn er mee bezig geweest. Heel veel mensen. Dit is dus een preview. En als jij het tof vindt, dan gaan we het aan je laten horen. En als ik het niet tof vind, dan laat je niet. Ik moet toch van tevoren dan aangeven of ik het tof vind. Ja, eigenlijk. Ja, we willen van tevoren weten. Oh, ik vind het nu al helemaal te gek. Cool, nou dan gaan we. Veenstra, Veenstra. Hey, hey. Veenstra, Veenstra! Die is vet, hè? Hey, vet! Nice. Nou, dat. Maar vind je tof? Nou, top. Top. Dan is het afgalmen en gaan. Tof. Doen we dat. Lekker. Er is ook iets van video, hoor ik net. Het stelt nog helemaal niks voor. Het is nog heel kort. Maar het wordt nog allemaal uitgebreider en nog vetter en dikker en mooier en leuker en dingen. Dit is een beetje hoe het steltje willen doen. Wow! Ja, en dan nog met die lange opener erbij. Ja, ja, dat soort dingen. Laat eens zien, wat vet! Wat een super vet animatie! Ja, cool.
wordt allemaal mensen aan gewerkt. Ja, ik vind het ook wel tof dat het allemaal kan gewoon. Zo. Ik ben echt blij mee. En nu wordt het nog allemaal gemixt, gemasterd, gerenderd, gebounced en alles. En dan uiteindelijk nou, komt er iets heel moois uit. Kijk, zie nou eens de timelapse. Wat is dit? Dit is een camera op. Oh. Ja. Wat doet hij hier? Hij is van Michiel. Van Michiel. Veenstra, Veenstra. Peter had hij mee naar huis genomen. Maar, staat hij hier? Gaat die batterij leeg. Michiel, we hebben je camera gevonden. Hij staat in Amsterdam. Doei! Zo, het is woensdag. Woensdag. En vanavond gaan we met alle drie VEM-collega's barbecuen en het hebben over hoe leuk het eigenlijk hebben bij de radio. En ik zal af en toe wel een keer een camera aanzetten. Misschien ook niet, want je weet maar nooit hoe zo'n feestje eindigt. Maar uiteindelijk krijg je wel een aardig idee van hoe gezellig wij het hebben met elkaar als collega. Hoe ben jij hier? Met de auto. Oké. Okay. Niet mijn eigen auto. Dan wordt het geen wilde auto. Hoor. Nee, kijk, Ruben eruit. Hey! Oh, Sneaky Biz, daar is hij weer. Ja, ja. Het viral gold van deze vlog. Nou, tijd voor de mop van Ruben. Nee, ik heb besloten dat ik hier niet meer in meega. Nou, dit wil ik ook wel even horen. Die wil ik ook wel even voor. Die koffie halen. Ruben, ja. Je fans wachten. Nee, ik ga er even op bloeden. Aan het einde van de avond kom ik bij je terug. Ja? Cheers. Oh, daar heb je Bas. Kom. Kom, we doen alsof we een levend standbeeld zijn. Oh shit, levende standbeelden. Kut. Nou, dan ga ik maar. Bas, de vloer is grind. Ja, dat klopt. Kut, ja. Ook dat nog. Ook dat nog. Wat ik ook kan doen, heb ik nog een beetje wat aan mijn avond, is de camera gewoon meegeven aan... Hey Rob! Laat met rust. Wat is dat? Nee, ik heb met mezelf afgesproken dat ik niet ga vloggen. De grap is, dan vlog ik. Oh ja. Is dat muziekje van... Is dat geweest? Zeg maar, wil je dat het hiermee begint? Ja. Nou, hier. Oh, top. Veenstra, Veenstra! Ja, oh nee. Nou, dit is, god, weet je ook alweer. Barend van Delen. Barend van Delen. Rip. Ja, lekker toch. Hai, grappie. Ja, kijk, weet je wat dit is? Oké, okay, Robby. Oma Piet ligt er lekker bij. Hoi, ik ben Wijnand. Ken je nog niet? Ik ben Anne. Ja, ik ben de beeld ook. Sorry, ik zal hem... Nee, ik moest dit vasthouden. Ik ga het ook uitzetten. Waarom zit er op de voorkant niet een opnameknopje? Ja. Dat is een goede vraag. Nog iets. Kijk, je vlogt dus zo, hè. Kijk, normale mensen die vloggen gewoon zo. Ja, zo de camera vast. Nou, dat horen jullie dus niet, want daar zit een microfoon. En daar hoor je er niks van. Nou ja, dan ga ik ook maar meteen even laten zien, want ja, dat moet blijkbaar dan met vlogs of zo. Jongens, dit is de vlogcamera van Michiel. Ik weet niet hoe die werkt, zeg even je naam. Is hij waterproof? Nee, zeg even hallo. Michiel! Nee. Is hij waterdicht? Moet dat op zijn Donald Ducks of kan het gewoon normaal? Nee, doe Donald Duck. Donald Duck. Donald Duck. Nou, dat is dat Michiel kan dit verstaan. Vieze dingen heb je gezegd. Hele vieze dingen over Jorien. Ik weet dus met vlog nooit wanneer ik hem dan weer weg moet doen. Ja, je moet hem wel gewoon voor iemand. Je moet gewoon wel de mensen goed in beeld nemen. Ja. Het was met doorgeefs eigenlijk. Oh, met doorgeefs. Oh, is er nu een borsten? Oh, borsten. Oh, dat was helemaal niet de bedoeling. Hier liggen ook mensen gewoon op het strand. Die kunt hier ook prima op het strand liggen. Mooie plek wel. Zou eens een goede naam zijn ook voor zoiets. Weet je het ook wel leuk voor de zilver op? Nee. Bier halen. Ja. Ja. Oh, ja, dat is wel leuk, ja. Even overleg. Ruben. Ja, die moet voor. Nee, ik ben de beroerdste niet, jongens. Mooi, bier. Wat willen jullie erin? Bier, zoiets. Bier. Yes, dankjewel. Bier vasthouden, dat kan ook. Dat kan ook niet zo goed af. Ja, oh, sorry. We zitten hier. Oh, pardon. Nee, jij kan niks doen. Ik denk zo in beeld. Ja, dat vind ik wel mooi. Dat wanneer komt die film? Wauw. Een paar weken geleden was Royal Blood in Nederland en toen deden ze een mini-sessie van 3FM luisteraars en ik mocht een 5 Essential Tracks met ze opnemen. En die vind je hier als je klikt.
En vandaag gaan we weer zoiets doen. Maar dan met The War on Drugs. Die gaan ze optreden voor een handjevol gelukkige 3FM-luisteraars. Gaan ze interviewen over hun favoriete tracks. En we gaan gewoon een leuke avond hebben. Boom! Hey, even focus. 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 Wijnald is de allergrootste One Drugs fan van nou ja, niet van 3FM, maar zeker misschien wel van Westelijke Halfmoed. Dit is Noorden. Zeg maar, wat is er goed aan? Waarom is dit zo'n fantastische band? Diep interview. Kijk, sommige dingen kun je gewoon niet in woorden zeggen, schrijven. Soms heb je gewoon een muziek in je leven of een band. Die komt gewoon aanvliegen en die gaat gewoon door alles, vlees, botten heen, recht in je hart. En dat heb ik bij deze band. Ik schakel naar de bovenste verdieping. Daar is Michiel. Welkom Michiel. Welkom Michiel. Veenstra! Kan ik toch zelf het beste. Michiel? Hey Hogi. Hoi. Hey. Hoe is het daarboven? Heel warm. Kun jij mensen schatten op basis van geluid? Ja, zeker. Hallo, hebben we er een beetje zin in? Yeah! 21, denk ik. The War on Drugs gaat dus spelen. En ze zeiden net zelf ook al vlak voordat iedereen binnenkwam dat ze het zelf ook al een klein beetje spannend vonden. Want in zo'n kleine setting, zo dicht, voor alle duidelijkheid. Ik sta nu op de plek waar ongeveer zometeen zanger Adam gaat zitten, op een kruk. Heb jij al last van dat ik met consumptie praat? Nee. En nu? Ja, nu wel. Ja. Hier zo dichtbij is het, Sander. Het is echt heel erg intiem. Mag ik het horen voor The War on Drugs? Welkom, guys. Welkom. Welkom. Ze zijn met z'n drieën. Zanger Adam, Robbie op de toetsen en Dave op de bas. Ja, ik denk dat ik maar gewoon aan de kant ga, Sander. Ja, dat lijkt me heel verstandig. Dat lijkt me voor iedereen het beste, hè? Guys, whenever you're ready. Okay. How's everybody doing? Thanks for being here. Dit was heel tof. Mooi gesprek gehad met de band over hun 5 of 6 tracks. Eigenlijk 6 of 7 tracks, want het ging heel erg lekker. Het gaat over muziek en het is al klaar. Ga je binnenkort zien als je blijft kijken naar 3FM of op youtube.com/5ofcentraltracks. Abonneer je op dat kanaal en dan krijg je als eerste, onder andere binnenkort nog Rag & Bowman gaan we doen. Alles wat we op Pinkpop hebben opgenomen, maar dus ook The War on Drugs binnenkort op het 5 of 6 kanaal. Stop met je. Ruben! Ik ben er niet. Ik heb hier een houten doos gezegd, ik ben er niet. Oh, Jezus. Hallo. Nou, dit vind ik al grappig genoeg. Dit was de mop voor deze week. Nee. Dag. Op vele bezoek is hier de mop van Ruben. In 1 minuut, ja? Ik duik even in mijn doosje. Wat zit je te doen? Zit je dat te poepen? Moppenpunt ook wel. Een man en een vrouw hebben ruzie. Ze praten niet meer. Nee, dit knip eruit, dat kan echt niet. Oké, een man en een vrouw hebben ruzie. Ze praten helemaal niet meer met elkaar. Maar het probleem is, die man... Gewoon door, ga maar. Schermpje ik zo, want weet je, dat zag ik dus in die vlog van vorige week ook. Dat ik steeds in het schermpje keek en niet in de lens. Een man en een vrouw hebben stevige ruzie. Ze komen er niet meer uit samen en ze besluiten om naar bed te gaan. Zonder dat ze iets tegen elkaar zeggen. Maar het probleem is... die man die werd altijd wakker gemaakt als een vrouw. Oh. Oh, sorry. Ik vind het echt wel leuk, ik bedoel. Nee, ja, maar was ik ook weer? Sorry! Maria zus! Oké, ik ga me even 2 tellen. En maar nu ook echt. Oh ja, deze is wel leuk. Deze is leuk. Jantje en zijn oma. Jantje gaat met zijn oma naar de supermarkt. Hij ziet 20 cent op de grond liggen en vraagt aan zijn oma: oma, mag ik dat oppakken? Nee, zegt oma, want dat is vies, dat is oud, dat is lelijk, dat moet je laten liggen. Lopen ze verder. Ziet Jantje 2 euro op de grond liggen. Hij zegt: oma, mag ik dit oppakken? Mag ik eens? Nee, zegt oma, dat is oud, dat is vies en het is lelijk. Dus ze lopen verder. Op een gegeven moment gaat oma onderuit. Oma gaat onderuit, ligt op de straat. Zegt oma tegen Jantje: Jantje, help me toch, zet me rechtop. Nee, zegt Jantje, want u bent oud, lelijk en ik mag niet oppakken, want u bent vies. Het is een kut mop. Jezus. Je mag er langs, weet je wel? Je kunt lekker door. Ja, ik wil er vandoor. Doei, doei. Ja, eigenlijk even doorpakken, hè. Tot volgende week. Ja. Staat er goed dat zo? Gaan we weer achter je desk. Dag.